Volgende vraag. Wie maakte de eerste move? Wat vindt Ella ervan dat jij nog altijd verliefd bent op Jaren? Ja, wel moeilijk. Zou je voor 1 miljoen vreemd gaan? Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En het is eventjes wat anders dan normaal, meestal zo'n vlog. Maar deze keer een Q&A samen met... mij. Ella. Hey. Vorige week is er geen video online gekomen, omdat natuurlijk de videoclip van Hey Meisje online is gekomen. Dus heb je Hey Meisje nog niet geluisterd, druk dan even op de link hier in de beschrijving. En zet hem in je Spotify playlist en ga hem streamen, want hij gaat lekker. En ik ben natuurlijk bij Tomorrowland geweest en ik kon daar niet filmen, want ik kan niet eten mijn camera meenemen naar Tomorrowland het hele weekend. Dus dat was een beetje gek. En ik ben helemaal kapot van het weekend Tomorrowland. Dat is wel leuk. Ja. Ja. Maar goed, ik heb op Insta jullie gevraagd of jullie een paar leuke vragen voor mij en Ella hebben. En er zijn wel hele leuke vragen binnengekomen. Dus jij weet ze nog niet. Ja, maar ga je deze ook doen? Nee. Saïd. Ja, Saïd had gevraagd favoriete standje. Maar ik denk, dat weet je wat, dat gaan we allemaal niet. Doe maar lekker niet. Ben je klaar voor de allereerste vraag? Ik ben er helemaal klaar voor. En voor de mensen die het trouwens niet doorhebben, Ella en ik hebben een relatie. Wij zijn samen, hè. Hartstikke leuk. Ja, heel leuk. Kom. Dit vind ik echt niet leuk dat je zo reageert. Kijk nou, vies naar mijn mond. Nee. Kijk naar je mond. Nee, ja, echt dit. Oké, eerste vraag. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Zo, heb je even. Ja. Lang verhaal. Nou ja, eigenlijk hoe we elkaar echt leren kennen, dat is niet echt een lang verhaal. Zeg maar, ja, tijdens... via Sam. Ja, via Sam Postema. We gaven een feestje met mijn pa op kantoor. Die heeft dan achterin zo'n hal. En daar hing een box en zo. Daar hadden we gewoon een soort feestje. We gingen gewoon chillen. En toen was het corona. Dus dat, ja, hè, nu kan ik het gewoon zeggen. Toen mocht het niet. Maar we hadden gewoon een paar mensen uitgenodigd. Toen gingen we daar gewoon een beetje drinken. En gewoon een beetje spelletjes spelen en zo. En ja. Op een gegeven moment zei Sam ik ken nog wel wat meiden. Want Sam had een soort van klein verledentje met een vriendin van jou. Dat hoef je verder allemaal niet te vertellen. Dus Ella zat in die vriendinnengroep. En die kwam dus ook mee. Ja. Toch? Dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja, en letterlijk sinds die avond hebben we alleen maar... We hebben toch sinds die avond een streak, ook op Snap? Ja, die... Of niet? Om de dag weg is. Ja. Nee, maar sinds die avond zijn we ook echt wel met elkaar bezig gelopen. Ja, ja, ja. Dat is echt en wel dat lang. Is nu al bijna anderhalf jaar of zo. Denk het wel. Volgende vraag. Nou. Hoe lang kennen jullie elkaar? Anderhalf jaar of zo. Anderhalf jaar nu ongeveer. Ja, sinds vorig jaar mei. En het is nu... Ja, jij weet dat echt goed. Ik ben daar echt slecht in. Ja. Ik ben echt slecht in, zeg maar. Ja, maar het kwam omdat het een verjaardag was van een vriendin van mij, dus. Aha. Nou ja, sinds toen dus. Hebben jullie tattoo-ideeën? Zo ja, wat? Jij hebt ja, al ik tattoos. Heb al een paar tattoos. Laat ze even zien. En ik heb hier eentje. Een roos. En ik heb er nog één, maar... Die zit een beetje... Waar zit die ook weer? Ik weet het zelf ook niet meer. Hier. Oh ja, hier. Dat wist ik. Ja. Dat wist ik. Ja, en ik... Ik heb ervoor gezien. Ja, ik weet het niet. Ik wilde hier eerst wat doen. Ik ben echt vet. Ja, maar jij wil echt... Ik vind het echt lelijk wat jij wil. Nee, leuk! Maar, nee, hij wil iets met rondjes, vierkantjes, driehoekjes en gebergte erin. Ja, dat is toch heel nou, creatief. Dat vind ik dus helemaal niks. Nee. Ja, en of hier. Ik had een keer op mijn Insta een foto gezet dat ik hier zo'n tattoo had. Ja, in mijn nek. Justin Bieber. Want Justin Bieber ook. Die heeft hier purpose staan volgens mij. Die foto komt nu in beeld. Ja, zie je? Het staat wel. Toch? Ja. Ja. Zou je er nog meer willen dan dat, of niet? Ja, ik weet niet. Ja, hier in mijn nek of hier. Misschien ergens op mijn reet. Oh, leuk. Volgende vraag. Oh. Irritaties aan elkaar. Ja, ik kan niet, zeg maar, nu... Nou, oké. Eén, zeg maar, jij kan altijd heel erg veel verwachtingen hebben. En dan ga je, waar we het vaak over hebben, dat soms heb je verwachtingen. Ja. Dat je bijvoorbeeld heel leuk zou vinden als ik bijvoorbeeld zou blijven slapen. Of dat jij hierheen kan komen, maar dan is er net iets tussen gekomen of zo. Dan ga je geïrriteerd tegen mij, omdat jij het eigenlijk jammer vindt dat je ja, niet kan maar dan komt mijn irritatie. Vincent communicatie is echt verschrikkelijk. Ja, maar echt, dat weten, dat echt zeg maar, verschrikkelijk. Mijn vrienden en Willem en Huub, die weten het ook. Dat is gewoon ja, slecht. Ja, maar ik vind het ook allemaal irritant. Ik weet het ook, maar zelf vervelend. En voor de rest niet echt iets, toch? Het is niet dat, ik heb verder niet echt irritaties of zo aan jou. Ik ook niet. Ja, soms kunnen we elkaar gewoon even, ja, hoe zeg je dat? Tegenzitten. Ja. Maar dat is niet erg, ik zeg maar dat... Dat is ook, denk ik, gewoon in relaties dat heel normaal. Dus af en toe heb je gewoon eventjes gewoon even zo'n momentje. Iedereen maar het heeft ook niet gezond als je dat niet hebt. Nee, maar wij hebben ook nooit ruzie, echt. Nee. Echt nooit echte ruzie. Maar altijd zo'n ruzietje dat dan weer maar zo we hebben nooit echt ruzie nee. gehad ook. Nee, daarom. Volgende vraag, en deze is eigenlijk meer voor jou. Wat vindt Ella ervan dat jij nog altijd verliefd bent op Jaren? Ja, wel moeilijk.
Jij doet er wel moeilijk mee, hè? Ja. Zij laatst dat het de schijn was. Ja, maar met die reden ben ik ook met jou in een relatie gegaan. Wat? Voor de schijn, toch? Ja, ja. Zodat niemand doorhad dat ik zeg maar eigenlijk verliefd was op jou. Ja, ik ben ook helemaal niet verliefd op Pin hoor, maar... Nee, het is eigenlijk gewoon allemaal nep. Ja, het is allemaal nep. Dus nee, ja, ik ben er op zich oké mee nu. Nee jongens, natuurlijk, dat is gewoon een grap. Ik had een TikTok gemaakt op Hey Meisje van wanneer je een crush hebt op je beste vriend. Of beste vriend. Op je beste vriend, nee. Ik heb ook, nee, wanneer je een crush hebt op de beste... Wanneer je een beste, jezus. Wanneer je een crush hebt op je beste vriendin, vriend van je... Zullen we één keer, wanneer je een crush hebt op de vriendin van je beste vriend. Daar had ik een TikTok mee gemaakt. Want heel vaak zijn er mensen van, ja, je bent weg met Gio omdat je was verliefd op Jaren. Wat ook zo was, wat niet zo was. We gaan door. Wat vinden jullie leuk aan elkaar en wat vinden jullie minder leuk aan elkaar? Ja, nou goed, wat we net minder leuk, ja, dat is een irritatie, is anders dan minder leuk. Ja, maar dit is ook weer best wel cringe, want ja, ik vind... Cringe. Ik vind alles leuk aan jou. Ja, dat, ja. Ja, maar ja, ja, anders word je toch niet verliefd op elkaar, denk ik. Nee, ja, nee, dat, ja, dat vind ik ook. Ik heb zeg maar niets wat ik niet leuk aan jou vind. Nee. Dus zeg maar, irritaties kunnen dingen zijn die je niet leuk aan elkaar vindt. Nee, maar dat, nee, is er ook dat vind ik ook weer anders. Ja, dat is toch weer anders. Wat dan? Nou, als je iets niet leuk aan elkaar vindt, dan is het echt, ik vind dat jij een beter blond haar op moet hebben of zo. Ja, oké, okay, ja, dan heb ik het ook niet. Nee. Nou, vind je mijn haar leuk dan, zo? Ik vind jouw haar wel leuk zo, ja. Zo nog steeds. Maar ik vind het altijd schattig bij jou als je haar gewoon een beetje... Beetje zo. Je ziet zelf alleen niks meer zien. Nee, weer voor jou. Mensen hebben veel vragen voor jou. Ik doe mee, maar... Ella, wat is de grootste verandering, maar de verandering om te leven met een YouTuber? Eigenlijk best wel een makkelijke vraag. Ja, je hebt een camera in je gezicht, dan... Ja. Maar daar wen je wel snel aan. Want ik weet nog de eerste keer dat jij mij echt ging filmen, dat was Parijs. Ja. En dat vond ik echt heel ongemakkelijk. Dat vond ik echt kut, ook gewoon. Ja, ja, voor de mensen die het zeg maar wisten, in Parijs heb ik wel gevlogd met Ella. Wel gevlogd. Toen was, dat was de eerste keer dat ik ging vloggen met Ella, maar dat kwam, toen hadden we ook nog geen relatie. Nee. Alleen, wat ik had, wij gingen naar Parijs en ik kan niet drie, vier dagen lang iemand uit het zicht houden en dan in mijn eentje rondlopen in Parijs. Dat is een beetje lastig, weet je wel. Dus, maar ik vond het serieus de eerste keer dat jij op beeld kwam, vond ik gelijk wel echt leuk. Ik had wel al gelijk dat ik dacht van, oh, je doet het best wel goed. En ik merkte niet heel erg van, oh, dat is, je vindt het ongemakkelijk of iets. Ja, dat vond ik wel. Maar wat ik ook laatst tegen jou zei, zeg maar, in het begin vond ik het heel moeilijk ook om mezelf terug te zien. Gewoon op beeld, omdat je toch, ja... Ja, je bent gewoon, maar dat had ik ook. Weet je, je gaat eerst kijken van, oh, sta ik er wel leuk op, kom ik wel leuk over. Ja, kom ik wel leuk over. Maar uiteindelijk, dat heb ik gewoon heel erg. En volgens mij Ruben is ook, uiteindelijk vergeet je gewoon hoe je erop staat. En het boeit ook nu niet meer. Het boeit me nu echt niet meer. Het boeit me echt niet meer. Dus ja. Goed zo. Yes. Fijn. Fijn, hè. Volgende vraag. Wie maakte de eerste move? Ja, jij, dat weet ik. Ja, ik denk ook wel eerst. Jij gaf mij ook eerst een kus. Ja, dat is wel grappig. Ja. Dat verhaal is wel leuk. Ja, we hadden toen, het was diezelfde avond natuurlijk dat we elkaar moeten. Maar zeg maar, ik weet nog wel dat we zeg maar, wij gasten, ik was nog in mijn periode dat ik gewoon leuk vond om een beetje gewoon te kloten. En een beetje vrijgezel. Hey, single life. Single life. En toen weet ik nog wel dat wij in de deuropening, zeg maar, jullie kwamen allemaal door één deur, zeg maar, zo'n trappetje naar beneden. En het was echt zo'n soort van take me out. Weet je nog van voelen van, oké, okay, die is goed. Dus op een gegeven moment stonden wij met die gasten te kijken. En toen was het van, wel leuk. En toen zag ik jou en dacht van, dat is wel de leukste van allemaal. En ik weet niet hoe het is gegaan, maar uiteindelijk ben ik met jou gaan praten. Ja, we zijn de hele avond toen op een gegeven moment samen geweest. Ik weet niet eens meer hoe. Nee, dat weet ik dus ook niet meer. En toen op een gegeven moment zijn we gewoon even samen geweest. Toen ging jij naar huis. Ja, toen ging naar huis. En toen zat je op de scooter. Nee, jij kwam achter me aan op de scooter. Ik ging weg. En toen stond jij daar ook opeens. Doei, ga je nu al weg? Ja, ik ga weg. Ja, het is al 5 of zo was het. Het was echt laat. Echt laat, ja. En ik ging gewoon naar huis. Dus ik naar jou toe lopen. Achter mij. Wat ga je doen? Ja, maar ik ging naar huis. En toen gaf Finn mij een kus in mijn mond. Ja, dat vond je achteraf dus heel grappig. Ja, dat vond ik heel raar. Want normaal, een jongen die je dan zeg maar... Ja, ja of je moet of... Die pakt je gewoon vol. Ja, kan je zeggen vol. Die pakt je vol op de bek of die zoentje of zo. Zeg maar echt met tong zoenen. Ja. Maar dat deed hij niet. Dat was gewoon echt zo'n lief
kusje van, oké, ik ga je vaker zien, maar ik hou, doe het rustig. Ja, het gaf gewoon een kusje, maar weet je het wel leuk is, het heeft gewerkt. Jij dacht zo van, oh, ik vond het eigenlijk wel grappig dat het niet gelijk een zoen was. Vond jij interessant? Ja, origineel. 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 Je ziet het. Hebben jullie dezelfde interesses? Hebben jullie daar wel eens een discussie over? Nou ja, met films. Nee, ik wou dat is zeggen. Echt niet. Ja, maar dat is echt niet leuk. Elke keer als wij Netflix films kijken. Elke keer als we een film willen uitzoeken, wil ik gewoon een leuke film, gewoon een vette film kijken. Nou, en jij wil ook een leuke film. Ja, maar jij wilt altijd zo'n Alles is Liefde film kijken. Ja, gewoon of Nederlandse films. Dat... Jij zou een Nederlandse romcom wil je altijd zien. Of teken. Romcom? Wat is dat nou weer voor een woord? Dat, zo noem je dat. Romantische comedy. Romcom. Nooit gehoord? Nee. Ja, romcom. Ja, die wil jij altijd zien. Ja, maar of ik vind Amerikaanse films ook wel leuk, maar dan... jij bent gewoon van het schieten en echt die typische autofilms. Ja, gewoon van die actiedingetjes. Ja, dat vind ik niet leuk. Nee. Nee, ja. Maar dat is altijd lastig. Verder, behalve films, heb ik op zich wel. Nee, maar ik bedoel, zeg maar ook gewoon in het dagelijks leven als ik dingetjes doe. Het is niet dat jij dingen hebt die je niet leuk vindt om mee te doen, toch? Nee, alleen ik kan niet de hele dag Fortnite of FIFA spelen. Maar dat doe ik ook niet. Ik speel nooit Fortnite of FIFA. Nee, oké. Maar als je het af en toe doet, dan wil ik ook wel mee doen. Ja, maar dat is toch ook gewoon leuk. Af en toe kan het leuk kan zijn. Kan het niet, maar ik vind het wel grappig. Maar goed, in principe redelijk dezelfde interesses, ja. Zijn jullie al ontmaagd? Nee. Nou ja, ik niet. Ik ook niet. Nee, geen seks, opbouwen, geen seks voor het huwelijk. Ja. Zullen we zo even... Nee, ik ben ontmaagd. Oh. Wat is de ideale date voor dames? Tussen haakjes, vraag voor Ella. Wat vind jij nou? Wat is nou voor jou een ideale date? Ik weet wat ik echt leuk vind? Als een jongen met je moeite doet. Dus niet als in, laten we dit of dat gaan doen. Wat ook gewoon leuk is hoor, maar... Ja, ik zie het vol. Nee, gewoon een beetje... Gewoon een beetje, ja gewoon... Kijk, het is gewoon leuk. Een date is altijd leuk. Altijd leuk, ja. Maar... Ik kan het niet goed uitleggen. Gewoon iets origineels. Mysterieus. Leuk. Maar het hoeft niet altijd echt iets fucking duurs te zijn of zo. Oké. Okay. Nee, maar. Niet duur. Het hoeft niet altijd een hotelovernachting te zijn of zo. Maar gewoon iets van. Oh, je houdt van bos, laten we dan in het bos gaan lopen of zo. Je houdt van bos. Je houdt bos. Je houdt van bos, kom gewoon nee, bos lopen. Nee, maar ja, op het strand of zo. Of ga daar. Ja, dus gewoon lekker laten simpel. Laten zien dat je. Ja, gewoon simpel, maar wat wel jij, laten zien dat je. Wat jij bijvoorbeeld leuk zou vinden is bijvoorbeeld. Hey, kom, laten we gezellig samen naar het strand gaan. Dan zo'n koffietentje, koffietje halen, samen met een koffietje over het strand lopen. Ja, maar ik hou niet van koffie, maar inderdaad, dit is precies wat ik bedoel. Jongens, hebben jullie allemaal opgelet? Nou ja, natuurlijk alle maar vrouwen hebben... Maar wat vind jij dan een perfecte date? Ja, ik ben daar heel slecht in. Sowieso, ik ben heel slecht in daten en dates plannen. Bij mij gaat het altijd een beetje spontaan en gewoon van, oh kom, misschien is dat wel leuk. En jij bent ook heel erg van iets doen voor een date wel. Ja, denk het wel, want ik vind het zeg maar, dan kom je lekker los of zo. Maar Zou je naar de bios gaan voor een eerste date? Nee, ik ook niet. Maar ik heb nog nooit echt een date, ik heb nog nooit echt gedate. Nou, nee. Zeg maar, ik heb nog nooit echt met een meisje afgesproken dat ik zei van... Ja, dat je niet kende en zo. Ja, die ik niet kende om echt zeg maar een date te gaan doen of zo. Ja, dat heb ik ook nooit gedaan. Maar bijvoorbeeld, wij zouden iets gaan doen nu en echt als date zeg maar. Dan vind ik een hotelovernachting wel echt leuk. Op een leuke plek bijvoorbeeld. Ja, maar dat hoeft dan niet in een ander land of zo. Dat kan ook in Nederland zijn. Maar ja. gewoon een leuk, weet ik veel, of een dag in spa of zo. Dat vind ik ook allemaal wel leuk. Ja. Volgende vraag. Wie was er het eerst verliefd? Ik denk ik. Ja, ik weet wel. Ja. Ik weet daar wel zeker. Ik ook. Want ik weet nog op een gegeven moment, dat was best wel, dat was niet eens. In het begin waren wij gewoon echt... Ook met elkaar, daar hadden we ook uitgesproken naar elkaar gewoon van, ja, we hebben het leuk samen, maar daar blijft het bij. Want op een gegeven moment was het echt gewoon heel erg vriendschappelijk, ik vond het leuk samen, ja. Ja, en op een gegeven moment werd het te leuk en ging ik ook echt soort van mee. Zeg maar Amber die kwam hier ook van Ruben. Ja. En toen werden Amber en ik gewoon bevriend en nou ja, zo. Ja, je ging mee uit, we gingen uit eten ja, veel. Ik kwam gewoon een beetje in... Ja, hoe zeg je dat? De familie of zo? Ja, en toen zag je natuurlijk zo, weet je, toen keek je naar me en dacht van, jezus, is het eigenlijk een knappe jongen? Ja, daar heb ik nog nooit last van gehad. Maar ja, op een gegeven moment En toen keek je, oh jezus, wat een bodybuilder is het ook. En toen dacht je natuurlijk ook gewoon van, ik ben gewoon verliefd. Nee. Weet je waar ik het had? Wij gingen een keer uit eten met Danny, bij Encore. En toen waren we zo lekker aan het kloten daar gewoon, als in, ja weet ik veel wat we aan het doen waren, gewoon met die shotjes en zo. Ja, gewoon lekker. Jullie kennen Encore wel van een vlog, daar gaan we altijd heen, daar ga je zo van eten en lekker een beetje drinken, staat muziek op, gewoon gezellig, gewoon echt zo'n soort Maar toen was het wel, jij zei toen tegen mij, ik hou van jou, en toen dacht ik, oh, dat vind ik echt heel lief dat je het zegt. En toen werd ik echt verliefd. Waarschijnlijk was dat na 10 shots.
Nee. Dat zou jij wel als eerste gauw van jou. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Ja, want dat zei je volgens mij toen. Toen die avond zei je dat volgens mij en toen sprongen er hartjes in mijn ogen. Nou, heel lief. Volgende vraag. Zou je voor 1 miljoen vreemd gaan? Vincent wel, ik ook. Ja? Vincent wel, ik ook. Nee, luister, kijk. Het ligt eraan. Kijk, nu is hij. Ja, maar nu is hij open. Zou je voor 1 miljoen vreemd gaan? Ja, oké, met wie? Dat is wel een dingetje hoor. Dat, maar is het ook zo van, moet je het vertellen, ja of nee? Want stel, je mag vooraf vertellen van schat, ik krijg 1 miljoen als ik nu met die vrouw die daar buiten loopt seks ga hebben. Dan krijg ik 1 miljoen. Hebben we een fucking leuk leven. Ja, maar ook al zou je het achteraf vertellen. Of bedoel je dat niet? Dat je het gewoon niet vertelt. Oh, of achteraf. Dat je zegt van, ik heb er 1 miljoen voor gekregen. Kijk op mijn bankrekening. Ja. En hier heb jij de helft. Nee, ik hoef niet de helft. Als jij wil neuken met haar voor 1 miljoen, moet je lekker neuken voor 1 miljoen. Jezus, maar dat is toch chill. Nee, maar het is toch want als je het zeg maar samen deelt, dan heb je toch samen kan je een leuk leven. Ja, maar je kunt toch ook samen leuke dingen doen. Ik hoef dan niet de helft. Nee, ja, dat is waar. Dat is waar. Dus zou je vreemd gaan voor 1 miljoen? In overleg, ja. Ja, maar zou je dan ook vreemd gaan als je het niet mag vertellen en ik kom er niet achter? Ja, maar ik kom er dus wel achter. Nee, jij komt erachter. Ja. Ik kom er ook wel achter. Goed. Zijn jullie van plan samen op vakantie te gaan? Ja. Ja, over 5 weken, maar we hebben nog niks geboekt. Ja, dat, ja. Ja, we moeten nog even kijken, maar we willen waarschijnlijk naar of Griekenland. Ja, gewoon even naar lekker. Lekker landje. Ja, lekker landje. In zo'n, even lekker ontspannen. In zo'n lekker hotel, een zwembadje erbij, all inclusive, lekker vol vreten met sushi. Zoiets is wel lekker. Ja, dat gaan we doen. Ja, maar dan moeten we inderdaad, nog iets plannen, want we hebben nog niks gepland. En het is inderdaad over 5 weken. Hoe vaak zien jullie elkaar in de week? Dat verschilt, denk ik wel. Ja, het verschilt heel erg, maar ik denk... Het is vaak, ik ben hier eigenlijk altijd wel... Donderdagavond meestal. Ja, want dan gaan we meestal uit. Nou, dan blijf ik slapen, dan ben ik er vrijdag, blijf ik ook slapen. Ja, want jij werkt, Ella die werkt zeg maar van maandag tot en met woensdag. Ja, niet zo heel vaak, maar of ik ben dan in de avond nog misschien bij jou af en toe. Ja, af en toe in de avond, dus laten we zeggen drie, vier keer per week. Ja. Goed, dat was hem alweer. Dat waren alle vragen. Vond je het leuk? Heb je genoten van deze Q&A? Ik vond het leuk. Mooi zo. Dus ik hoop dat jullie dit ook leuk vonden. Vond je het nou ook een leuke video? Laat me een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Vergeet de Hey Meisje niet te streamen. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een andere video. Ja. Later!